chimichurri spatchcock chicken. Direct gegrild boven het houtskool. Maar hij laat het zien. Spatchcock chicken, wat is dat nou precies? Nou, dat is niks anders dan een gevlinderde kip, waarbij we de ruggengraat hebben verwijderd en de kip plat op het rooster gaan drukken, zodat je overal een evenredige garing krijgt. Maar, dat is niet het enige wat we gaan doen, want Bas, vertel. Wij gaan chimichurri maken en die gaan we onder de huid, hè, tussen de huid en het borst in van de kip, gaan we helemaal insmeren. Dus ja, die smaken gaan lekker over die kip heen. We gaan er nog een gegrilde groente bij maken en tip van Eric Gebhardt, direct boven de kolen bereiden. Nou, wat je dan krijgt, die vetten die gaan druppen op de kolen, karamelliseren, er komt een aroma, een smaak komt er vrij. Nou, dat is geweldig. Dus ja, dat gaan we doen. We gaan nu de barbecue vast aansteken, want die heeft natuurlijk even tijd nodig om temperatuur te komen. Omdat wij niet al te hoge temperatuur gaan grillen, ongeveer 150 graden, hebben we dus ook niet zoveel houtskool nodig. Dus we zullen... De barbecue warmt op, dus nu tijd om de chimichurri te maken. Chimichurri kennen jullie natuurlijk allemaal van de picanha of bij een ander stuk vlees. Maar chimichurri past ook heerlijk bij kip. Dus dat gaan we doen. Ik begin nu even met de knoflook. Die snijd ik lekker fijn. Lekker uitje, Bas, maar wat gaat er nog meer in? Wat gaat er nog meer? Dat is een hele goeie. We hebben dus knoflook, we hebben bieslook, peterselie, rode peper, limoen. We hebben hier wat gedroogde oregano, omdat de verse oregano barstte niet. Nog wat rode wijnazijn en olijfolie. En we zullen hier, of een van die twee plekken hierboven, zullen we het recept even plaatsen. Dan kun je het even rustig naleven. Nog een beetje op de smaak brengen met peper en zout. En kijk. Een heerlijke verse chimichurri. Als dat er niet lekker uitziet. Wij hebben de chimichurri nu à la minuut gemaakt. Maar het is beter, of juist lekkerder, om een paar dagen eerder te maken. Dan kunnen die smaken heerlijk erin trekken. Ik ben toch zo lekker bezig met de groenten, dus dan gaan we gewoon lekker door. Ik ga wat paprika en ui snijden. Ui doe ik in halve ringen, paprika in mooie stukken. Gaan in de olie met wat barbecue rub. En die gaan straks lekker op in de groentekorf. Oh, die kleuren. Een palet aan kleuren. Dan komt hij. Eerst de bovenkant. Dan draai je hem. 1, 2, 3. Heb je nou echt gewoon de paprika in één keer gesneden? You can do it. Amazing. Hoppakee. Hoppakee. Nou, dus om door een ringetje te halen. Een half ringetje, Niels. Een half ringetje. Beetje olie erin. En. Lekker barbecue rub. Zo. En husselen. Tijd om een echte spatchcock chicken te gaan maken. We gaan langs de ruggengraat die hier loopt van de kip knippen. En dan gaan we hem vlinderen. Gebruik je voor een gevogelte schaar. Ik denk niet dat het met een hobby schaartje lukt. We hebben hier dus je ruggengraat. Gooi dit niet weg. Binnenkort komt er op barbecue een heerlijk recept voor een kippenbouillon. En eigenlijk dingen die je normaal zou zien als afval, die kan je daar perfect voor gebruiken. Spatchcock chicken. De chimichurri hebben wij verdeeld in twee bakjes, zodat we er één hebben die we nu op de kip kunnen doen. En de andere kunnen we straks gebruiken om erbij te serveren. Ja, dat is lekker. Dat was de tip van de dag. Toch, Niels? Zeker, dankjewel. Maar. Niels. Terug naar de studio. Neem ons mee, want we gaan nu... Kijken. Kan ik? Ja. Bastian, dankjewel. Voor de introductie, een bruggetje. Wij gaan beginnen met wat ruimte te maken tussen de huid en de borstfilet.
zodat we hier zo meteen de chimichurri erin kunnen doen. En dat ook de borstfilet lekker extra smaak krijgt. Hetzelfde doen we bij de dij en bij de drumstick. Proberen we gewoon zo ver mogelijk eronder te komen. Zodat we ook hier lekker die smaak straks tussen kunnen krijgen. Heerlijk! Gelukkig zit deze huid vrij los, dus ik kom ook er vrij makkelijk tussen. De kip is lekker gemasseerd met de chimichurri. En we doen tenslotte nog even een klein beetje kruidenrib op de buitenkant, zodat we ook lekker een smakelijk velletje krijgen. Niet te veel, want we willen natuurlijk vooral dat de nadruk ligt op de chimichurri. De kabaldoos op temperatuur, dus nu gaan we hem installeren. We gaan dus aan twee kanten gaan we grillen. Kom eens wat dichterbij. We gaan aan deze kant gaan we de kip grillen en die is eigenlijk ja, op zo hoog mogelijke positie boven de kolen. Hè, zodat de kip niet gaat verbranden. De groentes, die plaatsen we eigenlijk zo laag mogelijk, maar die zit weer indirect. Zodat je eigenlijk op twee manieren kan grillen tegelijk. Perfect. Heb je niet zo'n mooi in hoogte verstelbaar systeem, dan probeer je dan wel dus of je vuur lager te zetten of op lagere temperatuur in ieder geval. In ieder geval dat je uitkijkt dat je kip niet verbrandt. De groentes heb ik in een groentekorf gelegd. Dan kunnen ze er niet door het rooster vallen. Die leg ik hier neer. Die leg ik wel een beetje op dat de zijkant niet boven de kolen zit, want dan gaan ze verbranden. En dan de kip. De kip plaatsen we dus boven de houtskool. En de karkas van de kip, die beschermt de kip ook een beetje, dus dat is perfect. Mijn kerntemperatuur van zo'n 72 graden, dan is die klaar. Snel het deksel dicht. En Niels, je hoort hem al een beetje sissen. Niet normaal. Geur komt al een beetje vrij. Echt, de hele buurt staat op de stoep hier. Top! Ja. Toch even de groenten tussendoor even husselen. En dan kunnen we gelijk even checken hoe de kip eruit ziet. Nou, je hoort het al. Ja, het moment is daar. De kip heeft een kerntemperatuur van 72 graden! Dus ja, let's go! Ho! Ja! We gaan nu even opdelen in een paar stukken. We kunnen zo mooi door het borstbeen heen. Oh, je ziet de chimichurri er al uitkomen, lekker hoor. Vleugeltje, altijd lekker. Zo. Sappig zat, als ik dat zo zie. Zo. Nou, dan leggen we het mooi op het bord. We hebben hier natuurlijk allemaal sap liggen op het snijplank. Dat gaan we er lekker overheen gieten, want er zit natuurlijk enorm veel smaak in. En het zou zonde als we het zijn als we daar niks mee zouden doen. Het ruikt lekker, hé. En onze gegrilde groenten. Die zijn ook klaar. Kijk eens, zo mooi jongens. En die leggen we lekker gezellig rond de kip. En om het af te maken nog een beetje chimichurri er overheen. Nou, dan heb je zo meteen vuurwerk op je bord hoor. Nou, dit is hem dan. Gegrilde spatchcock chicken met chimichurri. Rechtstreeks gegrild, ik zou even verlichten. Rechtstreeks gegrild boven de houtskool met lekker gegrilde groenten. Nou, ik zou zeggen aan tafel. Nee, maar je echt die heerlijke geur in de tuin en ja, helemaal waar. Ja, we gaan het nu zien. Ja, perfect, alles tegelijk klaar, maar we gaan proeven. Ja. Oh, chimichurri smaken. Proef je gelijk, heerlijk met die kip. Oh. Het valt zo van het bot af, zo gaar. Echt waanzinnig. Echt wel lekker. Lekker mals. Mm-hmm. Oh ja, het valt letterlijk er vanaf. Lekker op een groot bord, kun je lekker met elkaar eten, met lekker ervan af. Ja, dit is echt ja, top. Vond je dit nou een leuke video? Of een leuk recept?
Abonneer je dan op ons kanaal. Ja, en liken, delen. Hele familie, vrienden, alles. Mag. Kost niks. Abonneren kost ook niks. Zet de notificaties aan, leuk belletje. Dan krijg je altijd als eerste te horen dat wij er iets geplaatst hebben. Dus ja, top, waanzinnig. Hebben we nog een gevleugelde uitspraak. Don't skip barbecue day.